Het directoraat Transport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme staat voor grote uitdagingen. Het afgelopen jaar is het ministerie afgestapt van het subsidiëren van de particuliere lijnbusorganisatie, de PLO, zegt minister Albert Jubitana. Alleen het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, krijgt nog subsidie van de staat. Subsidie, dus we proberen de passagiers zoveel als mogelijk te stimuleren met NVB-bussen te rijden, maar we kennen ook daar de uitdagingen. Dus we zijn bij lange na nog niet bij de kern van, van deze uitdaging. En daarom hebben wij vanuit het ministerie, ook met actoren, recent is er een, heb ik goedkeuring gehad, of het ministerie goedkeuring gehad van de Raad van Ministers, om een werkgroep in te stellen, zodat we kunnen gaan richting het opzetten van een autoriteit voor openbaar vervoer. Waardoor je draagvlak hebt van alle actoren. En dan kunnen we ook dan veel beter zaken aanpakken. We praten over routes die... Ja, we moeten gaan praten over nieuwe routes. Er zijn nieuwe woonwijken opgezet of verder ontwikkeld. En ook daar moet je ook op gaan inspelen. Er zullen nieuwe routes uitgezet worden omdat er nieuwe woonwijken zijn ontstaan, zegt Jubitana. De ordening moet de passagiers beschermen. Zodat de samenleving ook ziet van het gaat niet alleen om die buschauffeur. We maken beleid voor de passagiers. Dat de passagiers op een behoorlijke wijze vervoerd kunnen worden. Maar als er nimmer ook vereisten waren, of althans erop werd toegezien dat bushouders ook moesten investeren in nieuwe bussen, want dat is een van de zaken die aan de orde is gesteld vanaf ons aantreden. Want de passagiers moeten wel in een behoorlijke bus kunnen zitten. En we praten dan ook verder over de vereisten van een buschauffeur. Want zover zijn we ook al gegaan om te zeggen van een buschauffeur, misschien moeten we andere voorwaarden aan gaan stellen met betrekking tot gedrag. Met betrekking tot vaardigheden, no? Zodat bij controle, wanneer een buschauffeur, en nu is er sprake van een buskaart, maar we denken veel verder na, we gaan richting defensive driving license. Dat als iemand dat niet heeft, dan zal die persoon wellicht niet meer in aanmerking komen om een bus te mogen achter het stuur te zitten. Defensive driving is een van de suggesties die is gedaan voor verdere ordening van de sector. Er wordt steeds gebrainstormd over de richting die het ministerie op wil gaan, aldus minister Jubitana.